net iets anders of net niet wat je in je hoofd hebt, wat je eigenlijk wil zeggen. Daar word je heel sterk in en vaardig. Dingen vermijden, bellen, telefoneren, vond ik een krie. Vind ik nog steeds best moeilijk, geef ik eerlijk toe. Telefoon opnemen, je weet niet wie je aan de lijn krijgt en hoe die spreeksituatie zal zijn, dat weet je niet. Wat je veel hoort bij mensen die stotteren, is dat ze veel problemen hebben met hun eigen naam. Dat is altijd een punt, want dat komt altijd terug. En het grappige is, je eigen naam kan je bijna niet vermijden. Op je eigen naam zit veel druk op, want er is geen synoniem voor. Je kan, ja, sommige mensen, die zijn er echt, sommige mensen die stotteren, die hebben zichzelf een andere naam gegeven, omdat ze hun oorspronkelijke naam niet kunnen uitspreken. Moeilijke klanken. Maar ja, dat is, soms kom je daarmee weg. Maar uiteindelijk bij de Bali burgerzaken, bij de gemeente, kom je daar niet meer weg. Dan moet je het zeggen, of bij meer officiële situaties, zoals sollicitaties of... Ja, dan moet je je eigen naam spreken of uitspreken. Telefoneren ook, ja. Als je dan begint met, ik ben Pietje en de persoon aan de andere kant van de lijn die zegt, oh, mogen we uw naam en gegevens noemen of opschrijven voor de verzekering of zo, of weet ik wel. Ja, dan ga je, dan moet je wel. Ja, maar u was dat Pietje? Ja, nee, moeilijk. Moeilijke situatie, rare sfeer, dat is ook niet wat je wilt. Dus, eigen naam, dat hoor je vaak bij mensen die stotteren. En ja, wat doe je met telefoneren? Je begint met je eigen naam. Hallo, ik spreek met Lee. Of gelijk je naam, Bart van den Berg. Maar ook als je iemand opbelt, jij, dat is iets makkelijker, want dan heb je, jij bent in charge. Yeah. Jij bent in de lead van, jij neemt initiatief. In charge is trouwens geen Duits woord, hè? Nee. Sorry, nee, jij neemt het initiatief. Maar dan moet je ook je naam zeggen.